De regering wil mogelijkheden bekijken om noodzakelijke assistentie te verlenen aan Surinaamse staatsburgers die gestrand zijn op Sint Maarten. In dit kader doet ze een beroep op de samenleving om informatie te verstrekken van Surinamers die op dit eiland wonen of gestrand zijn. Dit meldt het Informatieinstituut in een persbericht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al verschillende telefoontjes ontvangen over de status van Surinamers op de verschillende getroffen eilanden. Volgens de coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, Jerry Slijngaard, is het niet gemakkelijk om aan informatie over onze landgenoten te komen. Hij gaf wel aan dat er nagenoeg geen Surinamers op Antigua en Barbuda wonen. Dat is wel het geval op Sint Maarten en Cuba. Slijngaard weet niet precies om hoeveel Surinamers het gaat en wat hun status is. De onderdirecteur Operations van de SLM, Stephen Gonesh, zegt dat er in totaal 608 SLM-passagiers gestrand zijn als gevolg van de orkaan Irma. Vrijdag zal SLM haar inhaalslag gemaakt hebben en zal dus vanaf die dag volgens schema haar reguliere vluchten uitvoeren. Gonesh geeft aan dat de SLM geen reguliere vluchten heeft op Sint Maarten. De andere routes die geen stagnatie hebben ondervonden zijn conform het regulier schema uitgevoerd.